Beste studenten, ouders, overige familie en vrienden. Het is mij een eer en een genoegen u hier vandaag welkom te mogen heten namens de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven. Een speciale groet ook aan degenen die hier niet lijfelijk bij aanwezig kunnen zijn, maar op afstand meekijken via livestream. Ik hoop dat zij toch iets van de feestelijke atmosfeer meekrijgen hier. Vandaag reiken we 22 bachelordiploma's technische wiskunde uit. Maar voor we daaraan toekomen, zijn er nog twee korte presentaties. Om te beginnen zal ik zelf iets vertellen over de faculteit. En daarna geef ik traditiegetrouw het woord aan de voorzitter van de studievereniging GEWIS, Laura Koensen. De faculteit is verantwoordelijk voor de opleidingen die zij aanbiedt. En dat zijn er bij onze faculteit nogal wat. We hebben drie bachelorprogramma's, namelijk behalve technische wiskunde ook nog technische informatica en data science. We hebben vier masterprogramma's. Vier masterprogramma's. En we hebben twee postdoctorale ontwerpersopleidingen en ook nog een opleiding voor PhD's, voor promovendi. De faculteit is ook verantwoordelijk voor de huisvesting. Voor de huisvesting van de staf en voor veel van de faciliteiten voor zowel staf als studenten. Als faculteit hebben wij een goede reputatie. Al meer dan 5000 studenten hebben een diploma bij ons behaald, waarbij we dan wiskunde en informatica even bij elkaar hebben opgeteld. In de keuzegids hoger onderwijs worden zowel de bacheloropleidingen technische wiskunde als technische informatica al jaren als beste opleiding in hun domein beoordeeld. En dat ligt voor een belangrijk deel aan onze uitstekende en zeer gecommitteerde docenten. Hoewel studenten zich soms afvragen waarom die niet altijd beschikbaar zijn als zij ze nodig hebben. Nou, jullie weten inmiddels beter, onze docenten zijn hier niet alleen om te doseren, maar net zo goed om onderzoek te doen. En als het even kan, die onderzoeksresultaten ook nog direct maatschappelijk of financieel toepasbaar te maken, oftewel aan valorisatie te doen. In principe heeft elke medewerker hier een gelijke verdeling aan onderwijs- en onderzoekstaken. Maar die combinatie wordt vooral zichtbaar in de master, waarin veel vakken ook het lopende onderzoek van de betreffende docenten besproken wordt. En dat onderzoek betreft oplossingen die niet alleen voor actuele problemen geschikt zijn of een oplossing zijn, maar ook voor problemen die in de toekomst gaan spelen. En dat laatste wil ik met een voorbeeld illustreren. Iedereen heeft te maken in het dagelijks leven met communicatie en opslag van grote hoeveelheden data. En in veel gevallen gaat het om gevoelige informatie en dient dat dus op een veilige manier te gebeuren. Dat wil zeggen zodanig dat onbevoegden geen toegang tot die data kunnen krijgen. Dat laatste is ook cruciaal voor het handhaven van de regels rondom privacybescherming in de digitale wereld en voor het voorkomen van misbruik van die data. Om die veiligheid te bewerkstelligen worden complexe versleutelalgoritmen gebruikt. Die algoritmes zijn zodanig complex dat uit de versleutelde data nooit de originele data te achterhalen is. Zelfs niet met enorme computerpower. Nooit? Nou, dat dachten we, tot voor kort. Want de komst van dit type computer, die levert een bedreiging voor de beveiliging van al die data. Dit is de kwantumcomputer. Een geheel nieuw type, waar de rekenkracht niet voortkomt uit elektrische schakelingen, maar uit kwantumfysische processen. En waarmee de rekenkracht ineens immens veel groter wordt. Zoveel dat het kraken van die versleutelde data geen enkel probleem is voor dit soort computer. En de voorspelling is dat dit type apparaat ongeveer over 5 jaar gerealiseerd zal zijn en tussen de 7 en 10 jaar commercieel verkrijgbaar. Dan hebben we dus een probleem.
En daarom is een van onze professoren, professor Tanja Lange, nu al aan het onderzoeken hoe we in het kwantumtijdperk veilig data kunnen opslaan en versturen. Een onderwerp met zowel wiskundige als informatica aspecten. En daarom een mooi voorbeeld als ik iets over onze faculteit moet vertellen. En dat wij al werken aan oplossingen voor toekomstige problemen helpt bij het opleiden van de ingenieur van de toekomst. Dat is namelijk de hoofdambitie van deze universiteit. Onze afgestudeerden vinden dan ook werk bij allerlei bedrijven en instituten. En dat helpt natuurlijk dat we midden in Brainport zitten, het high-tech centrum en een van de belangrijkste economische motors van Nederland. Deze universiteit staat dan ook wereldwijd op nummer 1 als het aankomt op samenwerking met de industrie op onderzoeksgebied. En dat maakt weer dat we kunnen zeggen dat we niet alleen diploma's afgeven, maar goede carrières faciliteren. Vandaag reiken we bachelordiploma's uit en aan zo'n diploma is de graad van Bachelor of Science gekoppeld. Het is het bewijs dat de leerdoelen van het bachelorprogramma behaald zijn en dat men over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om een academische master in de wiskunde te kunnen doen. En dat laatste doet dan ook het merendeel van deze geslaagden, zoals we zullen zien. Hiermee ben ik klaar met mijn presentatie en geef ik het woord aan Laura. Dank u wel. Geachte dames en heren, studenten, familie en vrienden en andere aanwezigen. Mijn naam is Laura Koensen en ik ben voorzitter van GEWIS, de studievereniging voor wiskunde en informatica studenten. Ik ben blij hier te mogen staan, aangezien de meeste van de studenten hier uit mijn jaar komen. Ik heb veel met jullie mogen samenwerken en ik ben erg trots op het feit dat jullie je bachelor nominaal gehaald hebben. Dat is voor een studie als wiskunde echt een bijzondere prestatie. Vandaag is een bijzondere dag voor jullie allemaal. Vandaag op 5 oktober ontvangen jullie je bachelordiploma. 59 jaar geleden op deze dag werd er een jongen geboren. Als ieder ander ging hij naar school en in 1977 behaalde hij zijn ateneumdiploma. Hij ging medicijnen studeren en, aan de Universiteit van Amsterdam en 10 jaar later behaalde hij zijn artsexamen. Vervolgens deed hij ervaring op bij de Koninklijke Luchtmacht en deed hier onderzoek naar ruimte, ziekte en evenwichtsgevoel. Weer 10 jaar later, in 1998, kwam deze man door de selectie van astronaut, waarna hij zich voegde bij de Europese astronautenteam. Hij werkte hard om zijn droom te verwezenlijken en uiteindelijk heeft hij deelgenomen aan 2 ruimtereizen. De eerste was de Delta-reis, waar hij wetenschappelijke experimenten uitvoerde op het gebied van biologie, geneeskunde, technologische ontwikkeling, natuurkunde en aardobservatie. Voor zijn tweede ruimtereis ging hij 5 maanden de ruimte in voor onderzoek. Hier schreef hij ook een boek over zijn ruimtereiservaringen. Dames en heren, ik heb het natuurlijk over André Kuipers. Nu vraagt u zich misschien af waarom ik dit vertel. Ik vertel dit omdat André keihard gewerkt heeft om te behalen wat hij wilde. Hij begon met geneeskunde en hij belandde in de ruimte. Nou, net als André hebben de studenten die hier nu zitten vandaag hun diploma in handen gekregen, gewerkt om te bereiken wat ze wilden. Jullie hebben een doel bereikt en daarmee een prachtige prestatie neergezet. De meeste van jullie zullen waarschijnlijk doorgaan met een master en wie weet waar jullie dan belanden. Met een bachelor technische wiskunde kun je net als André nog alle kanten op en ik hoop dat jullie allemaal de plek zullen vinden die bij je past. Al met al een prachtige prestatie van alle van jullie. Maar niet alleen jullie, jullie familie, vrienden, maar ook ik namens GEWIS onwijs trots op ben. Voor velen van jullie biedt GEWIS een soort tweede thuis. En ik hoop dat dat ook tijdens jullie master zo zal blijven. Dan wil ik graag nog even extra aandacht besteden aan een aantal actieve leden die hier tussen zitten. Want zonder actieve leden zou de vereniging niet kunnen draaien zoals hij dat nu doet. Allereerst, Alan, jij regelt nu iedere week zowat ijsjes voor alle leden van ons. En Bo Klaassen en Laura Pieters, jullie hebben allebei in een eerstejaarscommissie gezeten. Dan hebben we Arjen Seidsma. Hij begon in een eerstejaarscommissie, daarna zat hij in de activiteitencommissie, heeft hij de introductieweek georganiseerd in 2016 en nu is hij bezig met de organisatie van het Nationaal Wiskundesymposium in 2018. Levi Prikke, ook jij begon in een eerstejaarscommissie,
Daarna nam je deel in de Gemold-commissie 2 jaar achter elkaar. Dat is een commissie die een Wie is de Mol weekend organiseert voor onze leden. Je hebt in het afgelopen jaar was jij commissaris externe betrekkingen van Gewist en was je ook de voorzitter van Eurovier. Dat is de commissie die contact heeft en sponsoring regelt met bedrijven. En nu ben je nog steeds actief bij je dispuut bij Geflits, de commissie die foto's maakt van de activiteiten, en Train, de commissie die trainingen organiseert voor onze leden. Dan hebben we Arno Koppelmans, voor jou ook een hele lijst aan commissies. Jij begon in een eerstejaarscommissie, ook jij ging daarna in de Gemold-commissie door. En afgelopen jaar was jij de penningmeester van Gewis en je zat in de kascontrolecommissie. En ook jij bent nu bezig bij het organiseren van het Nationaal Wiskundesymposium in 2018. Dan tot slot Luc Meeuwis. Ook jij begon in een eerstejaarscommissie en ging daarna door in de Battenvierenracecommissie. Vervolgens heb jij de intro georganiseerd in 2016. En nu ben je in het bestuur de commissaris onderwijs van Gewis en ben je voorzitter van de studentenraad. Al met al bedankt voor al jullie bijdrage. Ik hoop dat jullie nog veel willen bijdragen in de komende jaren. En zoals ik al zei, zonder jullie zou Gewis niet kunnen draaien zoals hij dat nu doet. Dames en heren, rest mij nog één keer iedereen te feliciteren met deze prachtige prestatie. Dat het maar een stimulans is om door te gaan en dat jullie dat kunnen bereiken wat jullie willen bereiken. Straks bij de receptie kunnen jullie allemaal een mok komen ophalen bij Merel en mij. Dank jullie wel. Dan gaan we nu over tot het uitreiken van de diploma's. En dat zal gebeuren door de adjunct opleidingsdirecteur Hans Sterk. En tevens een van die getalenteerde en betrokken docenten die jullie allemaal kennen. Zo, goedemiddag, kandidaten en zometeen gediplomeerden. En welkom, ouders, vrienden, kennissen. Leuk dat u er allemaal bent. Ik ga jullie één voor één toespreken. Dan is het misschien leuk als je even hier komt staan als ik je toespreek. En dan krijg je daarna met enig geluk je diploma in je hand geduwd. Ik hoop dat, dat ik ze op de goede volgorde eruit weet te halen. Dus we gaan eerst naar nummer 1. Danny, zou je hier even willen komen staan. Je hebt je, ja, misschien moet ik dat even vooraf zeggen. Studenten die beginnen hier met vakken uit de wiskunde. En dat ziet er in het begin heel theoretisch uit. En in de loop van de tijd dan ontwikkelen ze zich meestal zowel vakinhoudelijk als qua attitude in de richting van de toepassingen. En in hun bachelor-eindproject, wat ze aan het eind van hun bachelor doen, richten zich vaak, maar niet altijd, vaak inderdaad op toepassingen uit de wiskunde. Dus daar zullen we de nodige voorbeelden van zien. En bij jou hebben we in zekere zin het eerste voorbeeld. Je hebt de wiskunde achter roosterproblemen bekeken aan de hand van een efficiënt algoritme. Het gaat over roosterproblemen hier. Je moet de letters boven koppelen aan de cijfers onder. En het gaat eigenlijk om een roosterprobleem bij scholen in Amsterdam, waar je basisschoolleerlingen wilt koppelen aan middelbare scholen. En dat blijkt een nogal complexe klus te zijn om met iedereens wensen rekening te houden. Je hebt het algoritme geanalyseerd, bent zelf met varianten gekomen. Je begeleider Rudy Pendaving die noemt je heel degelijk en creatief. En hij hoopt dat je, ja, dat hij eigenlijk nog een keer de kans krijgt je nog een nieuw project in de schoenen te schuiven, waarmee je nog beter kunt laten zien wat je waard bent. Even iets over wat je over de opleiding zegt. Je vond het wiskundig modelleren het meest zinnig, omdat je daarmee wiskunde aan de praktijk kunt verbinden. Je had plezier in het werken in groepen. En sommige professional skills in de opleiding, de bekende professionele vaardigheden, die zouden misschien wat versterkt kunnen worden, wat beter neergezet kunnen worden in de opleiding. En je hebt hier ontdekt hoeveel open problemen er nog zijn in de wiskunde. Je hebt dit eindproject en de hele studie uitstekend gedaan. En dat betekent dat je diploma niet zomaar ontvangt, maar cum laude. Dus van harte gefeliciteerd. Ja.
Lars. Numerieke benaderingen voor banen van hemellichamen. Je hebt eigenlijk een combinatiestudie gedaan, zowel een bachelor natuurkunde als een bachelor wiskunde. Vandaar dat dit onderwerp ook niet zo heel verrassend is, want het is, heeft ook met hemelmechanica te maken. Berekenen van banen. Numeriek benaderd, dus je weet het nooit zeker hoe goed je zit. Dus dat is jammer. Mm. Maar, het is duidelijk iets ook in de hoek van de analyse, wat zo goed past bij de natuurkunde. Die numerieke methode, daar heb je een aantal zaken vergeleken en uitgeprobeerd. En gekeken hoe goed je bij de werkelijke banen kunt komen. Ik ken je op een andere manier, omdat je natuurlijk ook studentassistent bent. Eigenlijk bij mij, al zie ik je bijna nooit daarvoor, bij lineaire algebra. Dus je bent heel actief voor ons bezig en heel consensueus altijd. Huiswerk aan het nakijken. En intussen, nu heb je dus de bachelor, een dubbele bachelor gedaan, maar in de master ga je ook weer iets dubbel doen, want je gaat de master wiskunde combineren met de master, de educatieve master, de lerarenopleiding. Nou, je hebt vooral plezier beleefd, zeg je, aan het hoge niveau van de vakken. En het heeft je probleemoplossend vermogen versterkt, vind je. Nou, je vindt goed dat de theorie aansluit op het modelleren in de opleiding, toepassen. En je zou wat meer aandacht voor de relatie met de maatschappij op prijs stellen in de opleiding. Maar goed, daar zijn we mee aan het werk. Van harte gefeliciteerd met je diploma. Ik wens je veel succes in de maand. Arno, de verspreiding van leugens over hoe geruchten zich verspreiden in netwerken. Bijvoorbeeld op internet en zo. Wiskundig gezien gaat het dan om grave theorie. Wiskundige systemen waar je het hebt over punten en lijnen. En met zekere kanselementen die bepalen hoe het netwerk, zoals je daar ziet, uitgebreid kan worden. Dit zijn vrij eenvoudige voorbeeldjes. Je hebt in je project nieuwe gevallen bekeken van wiskundige modellering van de verspreiding van leugens. Zoals bijvoorbeeld ster en het andere figuur, de vijfhoek. Resultaten bewezen en vooral ook flink gesimuleerd. Ook kwam je daarmee achter dat er nog best weinig bekend is in deze context. Samen met je begeleider Remco van der Hofstad heb je een aantal vermoedens opgesteld en die liggen nu te wachten op bewijzen. Dus dat wordt je volgende taak. Ja, zinvol vond je het samenwerken aan opdrachten, terwijl je toch juist gewend was dingen alleen te doen. POV's kunnen weer wat sterker, hè, vind je. En je hebt geleerd dat wiskunde toch echt verschilt van sommetjes maken op de middelbare school. Dus daar ben je nu wel vanaf. Nou, van harte gefeliciteerd en veel succes in de maand. Ellen. Niet zo'n heel duidelijk plaatje. Hele moeilijke titel, hè? Vaak een hele moeilijke titel. In het Nederlands zou het zoiets worden als vergelijkingen voor stromend water door een doorlatend medium, door een poreus medium. Poreuze media, zoals we dat hier noemen, dat is een aandachtsgebied van de analyse, van een van de takken van de wiskunde. En in het bijzonder van onze analysegroep, de mensen die bij ons aan het vakgebied werken. En je hebt vergelijkingen beschreven die de stroming van water door zand of gesteente beschrijven. En in het bijzonder gekeken hoe externe factoren, zoals de luchttemperatuur en de luchtdruk, van invloed zijn op de grondwaterstand. Georg Prokert, je begeleider, die noemt je heel zelfstandig en je kunt helemaal vertrouwen op wat je hebt opgeschreven. De resultaten van je eindproject die zijn voor hem dan ook echt een start voor verder onderzoek. Dus je hebt een goede basis gelegd. In de opleiding zelf vind je het leren bewijzen en in groepen werken erg zinvol. En plezier heb je vooral in huiswerkopdrachten vanwege de puzzelcomponenten die erin zitten. Puzzel aan de wiskunde.
En ook jij zegt, ja, er valt nog heel veel te ontdekken. Dat heb je nu eigenlijk in de opleiding ontdekt. In de eerste jaren, als we gewoon cursorisch onderwijs geven, dan doen we natuurlijk net of we alles weten. Maar langzaamaan komt iedereen erachter dat er eigenlijk nog heel veel onbekend is, ook in de wiskunde. En daar, bij dat bachelor-eindproject, zijn ze eigenlijk ook aan het verkennen wat er allemaal onbekend is. Van harte gefeliciteerd met je diploma en veel succes in de master. Jesse. De bolslinger. Eigenlijk gaat het hier over een slinger die op een bol kan bewegen. En dat onderwerp, om dat tot een goed einde te brengen, moest je naast de wiskunde ook enigszins verdiepen in de natuurkunde, want het is eigenlijk een onderwerp uit de mathematische fysica. En het ging er jou tenslotte om te begrijpen wat nou stabiel gedrag is versus instabiel, chaotisch gedrag. En dat is iets wat bij de bolslinger misschien leuk is om te bestuderen, maar wat ook werkelijk, als je het in een andere context bekijkt, maatschappelijk heel relevant is. Bijvoorbeeld bij klimaatmodellen, doorrekenen van scenario's voor de toekomst. Dan is het ook van belang om te weten hoe stabiel een scenario voor de toekomst is en of het misschien niet chaotisch blijkt te zijn, zodat er van alles kan gebeuren. Nou, dat heb je tot een goed einde gebracht bij Jan Kees van der Meer. Je hebt het werken aan theorie en het zelf werken aan projecten zonder al te veel aanwijzingen vooral gewaardeerd. Dat vind je het leukste om te doen. Bij modelleerprojecten dat de wiskunde open ligt nog, dat je er wel alles aan kunt ontdekken. En ik ken je natuurlijk van vakken zoals geschiedenis van de wiskunde en ook algoritme in de algebra, waar je altijd heel serieus te werk ging. Van harte gefeliciteerd met je diploma en succes in de master. Paul. Vroeger, want ik ken je al iets langer, dan dat je hier rondloopt. Toen je seks... Oh, die moet ik... Ja, daar is hij. Vroeger, toen je succesvol aan de wiskunde-olympiade meedeed, ontwikkelde je eigenlijk tot een soort problem solver in de wiskunde. En toen je hier studeerde, kwam je daar wel vaker op terug. Je vroeg er vaker naar. En uiteindelijk heb je ook een onderwerp gekozen bij Aart Blokhuis, wat eigenlijk een beetje in die richting ligt. Het is een onderwerp met weer graven, punten en lijnen, en in dit geval ook kleurtjes. En de bedoeling is punten zodanig te kleuren dat als ze met lijntjes verbonden zijn, de kleurtjes aan de uiteinden verschillend zijn. En dan natuurlijk in iets moeilijker situaties dan deze. Dat onderwerp heb je bij Aart Blokhuis opgepakt en het is misschien een hele goede start voor jou om in de toekomst je meer met problem solving bezig te gaan houden. Want volgens mij is dat misschien wel iets wat het beste bij je past. Als je namelijk kijkt naar wat je zegt, wat je zinvol vindt in de opleiding, dan is dat wel degelijk wiskundig modelleren. Maar wat je echt leuk vindt, dat zijn die toch iets meer theoretische vakken. De discrete wiskunde, de topologie die je in Nijmegen hebt gedaan. Dus wie weet is dat misschien jouw route in de master. Richten op de discrete zaken en problem solver. En misschien op dat gebied stukken maken, stukken schrijven, meehelpen aan olympiades en dergelijke. Van harte gefeliciteerd met je diploma en succes in de master. Ja. Ruben. Zo. Je zat er eigenlijk in een heel projectteam voor je BEP met Remco van der Hofstad, Robert Fitzner en nog twee mensen van biomedische technologie, Menno Prins en Johan Hong Jan, als ik het goed uitspreek. Ja, ongeveer. Komt in de buurt, hè? En dat komt ook een beetje door het onderwerp waar hij mee bezig is geweest, maar ook door zijn andere studie die hij nog gedaan heeft, namelijk scheikunde. Dus daardoor interesseer je je voor zaken die ook buiten de wiskunde liggen. En in dit geval heb je bij je bachelor-eindproject gericht op eigenlijk een toepassing van wiskunde in iets biomedisch, scheikundig. Namelijk
eiwitten op nanodeeltjes en of ze de neiging hebben met elkaar te willen verbinden. Dat is iets wat je met... Je hebt metingen van BMT, van biomedische technologie, heb je geanalyseerd. Je hebt simulaties bekeken en dergelijke. En je kwam er eigenlijk achter dat er niet alle informatie zat die we nodig hebben in de experimenten die ze daar gedaan hadden. Dus nu weet de groep dat ze eigenlijk weer... Dat het anders moet, dat ze opnieuw moeten starten. Ja, dat is soms ook een resultaat. Dat je weet dat je het anders moet gaan aanpakken. Modelleren vond je zinvol, analysevakken leuk. En een eye-opener was voor jou dat je met samenwerken toch echt verder kunt komen. Ja, dat was je niet. Oh, dat is alweer een inperking. Soms, ja, zeker. Ik wens je heel veel succes met je behaalde resultaat. Ik hoop dat je in de master weer net zo succesvol zult zijn. Van harte gefeliciteerd. Roel Gundlach. Gundlach. Zo. Ja, dat gaat over moderne cryptocurrency, bitcoins bijvoorbeeld, jouw onderwerp aan het eind van je bachelor. Ja, je hebt gewerkt eigenlijk aan kansrekeningsaspecten achter cryptocurrency. En samen weer met Remco van der Hofstad, in dit geval ook Tommy Koens van de Universiteit van Amsterdam. Een hele mooie rol voor de zogenaamde Poisson-processen uit de kansrekening. En de kansrekening zit hem in allerlei risico's bij het gebruik van cryptocurrency en allerlei onzekerheden. En je hebt laten zien hoe je het voor aanvallers van het systeem moeilijker kunt maken. En dat is eigenlijk zo ontzettend interessant en goed gelukt dat het tot een gezamenlijk artikel gaat leiden met je begeleiders. Dus dat is heel fraai. In de bachelor vond je de keuzeruimte heel prettig. Al vond je het ook jammer dat je dan niet alles kunt kiezen. Dat je weer moet kiezen. Maar je waardeerde de opbouwende opleiding van theoretisch naar iets meer praktisch gericht. Aan de POV's en aan de use-vakken, de maatschappelijk gerichte vakken, zou nog wel wat kunnen verbeteren. Al met al, ik heb je ook bij geschiedenis meegemaakt. Daar heb je ook al aan een statistisch onderwerp gewerkt. Al met al heb je het zo goed gedaan dat je cum laude bent afgestudeerd bij de bachelor. Vandaag weer gefeliciteerd. Thijs. Ja, dit gaat over aanbiedingen in de supermarkt. Dit project van jou, zou je kunnen zeggen. Het modelleren van wachtrijen. Als mensen in de wachtrij staan, of als je in een webshop in een wachtrij staat. Maar in de winkel bijvoorbeeld, als je boodschappen hebt gedaan en je staat bij de kassa, je hebt eigenlijk alles al gedaan en je krijgt dan nog nieuwe aanbiedingen voorgeschoteld. Hoe moet je met dat soort wachtrijen omgaan? Of als je bij webshops iets bestelt en op het moment dat je eigenlijk alles al gedaan hebt, komen er nog op jou gerichte aanbiedingen aan. Nou, dan ontstaan er wachtrijen op internet of in de supermarkt. En je hebt wiskundige formules afgeleid om dat soort wachtrijen te beschrijven. En die diverse varianten heb je daar ook van beschreven. Ja, je begeleider onder Boksma die zegt dat je in het begin vaak vroeg van doe ik het wel goed? Maar dat je daar helemaal geen reden toe hebt, want je doet het gewoon goed. Dus je kunt gewoon op jezelf vertrouwen. Je hebt je draai gevonden binnen de kansrekening en statistiek. Waardeer het samenwerken met collega-studenten. Nou, de vakken vond je vooral leuk, de wiskundevakken. Je hebt geleerd dat talent één ding is, maar dat hard werken er ook bij hoort. En ik hoop dat je dat in de master flink gaat voortzetten. Van harte gefeliciteerd met je diploma. Bo. Gaat eigenlijk ook over wachtrijen. Achtige zaken. Maar je hebt gewerkt aan wachtrijtheorie in verband met toepassing in de verzekeringswiskunde. Dat is weer
modellen die het verloop van het kapitaal beschrijven van een verzekeringsmaatschappij als er steeds claims worden ingediend. Wat gebeurt er dan met de kapitaalflow? Wanneer zakken ze even door de bodem heen? Blijven ze er altijd boven enzovoort? Ja, Onno Boksma, je begeleider, is erg onder de indruk van je aanpak van het probleem en van de drive om dingen echt helemaal goed te willen doorgronden. Je hebt echt mooie resultaten afgeleid waar je trots op mag zijn. Je hebt een mooie scriptie afgeleverd. Ik ken je natuurlijk eigenlijk al een beetje langer, ook van voor je studie hier. Want toen klopte je al aan vanuit het Bisschop Beckers College bij docent Paul Robeerst. Toen wou je ook al iets met wiskunde en je hebt het nu helemaal volbracht. Je hebt de wiskundige denkwijze helemaal onder de knie gekregen. Bij mij heb je geschiedenis van de wiskunde gedaan, de paradox van Russell beschreven, de historie daarvan. En eigenlijk zou je wel met wachtrijtheorie verder willen gaan. Dat is een heel nieuw gebied dat voor je open is gegaan in de wiskunde. En daar wens ik je veel succes bij en van harte gefeliciteerd. Luc, jouw project speelt zich af op het gebied van de kansrekening en statistiek. Je hebt gekeken naar, eigenlijk zou je moeten zeggen, hoe ontdek ik nou fouten in het systeem van windmolens, bijvoorbeeld aan de hand van data-analyse? Kan ik aan de hand daarvan voorspellen wanneer er misschien iets fout gaat en wanneer ik dus reparaties zou moeten inplannen om het niet fout te laten gaan? En je hebt eigenlijk een methode uit de econometrie weten in te zetten om storingen bij windturbines tijdig op te sporen. En dat is dat heb je kennelijk met goed succes volbracht. Dat heb je bij Alessandro Di Bucchianico gedaan. Naast de wiskunde ben je ook heel bedreven in andere zaken. Niet alleen zelfs bij gewis, waar ik je nu ook meemaak, maar ook in de muziek ben je nog actief. Je project bij statistiek is eigenlijk staat bij jou op nummer 1, statistiek sowieso. Alles draait om statistiek. De hele opleiding zou wel statistiek mogen zijn wat jou betreft. Je zult toch in de master ook weer wat andere dingen moeten doen. Maar nu ken ik je van de organisatie van de lunches, de bedrijvenlunches, waarmee we onze studenten mede proberen te laten zien wat het bedrijfsleven voor hen kan betekenen, wat voor banen er voor wiskundigen zijn. Dus ik hoop dat we, en we gaan nog een eerstejaars uitje organiseren naar bedrijven. Dat ga ik allemaal met jou doen. Van harte gefeliciteerd met je diploma en veel succes in de toekomst. Robin Persoons. Ja, jij combineert ook twee bachelors en misschien nog wel meer met nog een honors programma binnen de Honors Academy. Dus je bent eigenlijk een soort studiepuntenverstouwer, zou ik onbeleefd kunnen zeggen. Maar wel is wel prijzenswaardig dat je zoveel hebt gedaan. Je hebt een onderwerp gekozen dat op de grens ligt van wiskunde en natuurkunde. Niet onverwacht bij een gecombineerde bachelor. Ja, het woord kwantum is eigenlijk eerder uit de natuurkunde. Het heeft iets met kwantummechanica te maken. De random graphs, dat is weer de wiskunde. Je bent ook begeleid door twee mensen. Eentje vanuit natuurkunde, eentje vanuit wiskunde. Servaas Kokkelmans en Johan van Leerwaarde van natuurkunde respectievelijk wiskunde. Ja, je hebt die kwantummechanica die verbonden is met onzekerheden, is. Ik heb naar je scriptie gekeken en daar staan heel veel moeilijke formules in over hoe dat hoe die twee samengaan. De natuurkunde hier is natuurlijk erg praktisch gericht. De wiskunde is toch weer iets theoretischer, maar je hebt het heel mooi bij elkaar weten te brengen. In van die mooie. Dit zijn illustratieve plaatjes, maar er zijn ook veel formules in zijn scriptie en die zien er behoorlijk indrukwekkend uit. Nou, ik ken jou een beetje van de coachgroep.
waar je in zat, waar je ook wel eens niet kwam, want je wist toch wel wat je ging doen, dus alles was wel duidelijk. Maar ik hoop dat ik je in de master dan af en toe toch weer tegenkom. Ook die ga je weer combineren met natuurkunde, dus je blijft je schouders eronder zetten. Van harte gefeliciteerd en veel succes in de master. In de master. Het onderste komt later. Daar heb ik iets voor geregeld voor. Laura Pieters. Nou, je hebt een onderwerp bij Luc Florac aangepakt. Luc Florac is een hoogleraar eigenlijk uit onze analysegroep met een specialiteit medische beeldverwerking. En nou, dat zie je hier dus ook. Ook dat is eigenlijk iets wat op het grensvlak van wiskunde en natuurkunde ligt. En dat blijkt ook uit woorden die in je scriptie staan, zoals magneetvectoren. De magneten uit de natuurkunde en de vectoren uit de wiskunde. En het doel is om met behulp van MRI-scanners uit foto's zo goed mogelijk informatie te halen over wat er aan de hand is in bijvoorbeeld een hoofd. Daar heb je in korte tijd heel goed in ingewerkt. Altijd heel trouw gezegd waar je mee bezig was, hoe de vlag erbij hing. Heb je prima tot een goed einde gebracht. Je wilde eerst misschien wel iets bij mij, maar dit trok toch meer. Moeten we nu concluderen. En volgens mij was het best een goede zet. Dit is een heel mooi onderwerp geweest. Ook jij hebt ontdekt dat samenwerken soms meer kan opleveren dan je wanneer je ergens alleen aan werkt. Leren bewijzen vond je belangrijk in de opleiding. Dat je alles precies op de rol krijgt. En dan zou weer wat meer aandacht toch voor de rol van de wiskunde in de maatschappij mogen zijn. Maar dat gaan we dus regelen. Van harte gefeliciteerd met je diploma en veel succes in de master. Levi. Zo. Het gaat hier over eigenlijk over aardbevingsanalyse. Toch? Ja. Bij Remco van der Hofstad en Tim Hulshoff, twee van onze mensen uit de kansrekeningsgroep. En gekeken of er vanuit de kansrekening een patroon te ontdekken is en of dat past bij bestaande kansverdelingen, bij machtswetten. Ja, dat is maatschappelijk heel belangrijk, want die aardbevingen hebben we in het noorden van het land nogal. Dus als we daar iets van kunnen zeggen, zou dat heel erg welkom zijn, als we dat onder de knie kunnen krijgen. Mooie resultaten, zeggen je begeleiders. Wij kennen elkaar eigenlijk via gewis ook, want vorig jaar hebben wij zo'n uitje geregeld naar eerstejaars, naar bedrijven. Zijn we naar Philips geweest en naar Lime en dat hebben we samen met jou gedaan. Ik wens je heel veel succes in de master en ik ga je eerst feliciteren en daarna krijg jij nog apart het woord. Via Marloes ga ik even zitten, kun jij je diploma terugleggen en dan krijg jij nog het woord voor een speciaal woordje namens een van de afgestudeerden aan het publiek hier. Van harte gefeliciteerd. Marloes, kom met jou aan. Zo. Ja, Hans, kun jij even op adem komen? We onderbreken even de uitreiking voor iets anders. Het is hier gebruikelijk dat we altijd een van de geslaagden aan het woord laten om ook een praatje te houden en daarin terug te blikken op de studententijd en de opleiding. En dit jaar zal Levi dat doen. Succes! Beste aanwezigen, familie, vrienden, docenten, maar vooral kandidaten. We zijn hier om deze mijlpaal in het leven van deze studenten mee te mogen maken. De studenten die allemaal hun best hebben gedaan om zich uiteindelijk Bachelor of Science te mogen noemen. Maar wat velen van jullie hier zich ook nog wel zullen herinneren, is de eerste dag op de universiteit. Een scholiertje dat net klaar is met de middelbare school met een veel te zwaar boek calculus op de rug. Net alsof je opnieuw in die brugklas zit waar je opkeek tegen de grotere, oudere bovenbouwers en alle moeilijke onderwerpen waar zij zich mee bezig hielden. Nou, zo voelde ik me dus ook op mijn eerste dag op de universiteit.
Ik ben zelf technische wiskunde gaan studeren, omdat ik het geweldig zou vinden om bij een bedrijf in multidisciplinaire teams te werken aan innoverende projecten en mijn wiskunde in de praktijk terug te zien komen. Bij de opleidingspresentatie van Oktober Dagen hoorde ik wel de ervaringen van alle afgestudeerde studenten die precies hadden gedaan wat mijn reden was om hier te komen studeren. Maar het enige wat ik zag was een groot ravijn met een heel smal bruggetje eroverheen en dacht, hoe ga ik ooit die andere kant bereiken? Dat niveau, met die kennis, met alles wat deze mensen kunnen en hebben bereikt. Nou, in de eerste weken voelde studeren vooral als een overstroming aan werk. Ik kwam thuis na een treinreis naar Sittard en om dan snel nog wat te eten en naar boven te sprinten om te zorgen dat het huiswerk af zou komen. Maar het was allemaal zoveel. En hoe kan ik nou in godsnaam alles afkrijgen? Nou, dit was eigenlijk de gedachte die mij nog wel een tijdje heeft bezig gehouden. Maar ik maakte al snel genoeg vrienden in mijn jaarlaag waar ik erg veel kracht en energie uithaalde. Samenwerken aan de opgaves ging zoveel sneller en ik snapte de stof ook veel beter. Zo ontstonden er bij velen vaste huiswerkgroepjes en vooral vaste hulplijnen als die moeilijke opgaves toch even niet lukten. Mijn idee van studeren was nooit dat het alleen maar boeken en college was, maar ook het ware studentenleven dat hierbij hoorde en de persoonlijke ontwikkeling die ik daar gezocht heb. Ik werd al vrij snel actief bij studievereniging Gewis, waar ik in totaal in 10 commissies heb gezeten, die hier nu te zien zijn. En bij elke commissie leerde ik weer wat nieuws over mezelf. Waar mijn krachten en zwaktes lagen, maar ook hoe de organisatie van grotere evenementen in elkaar steekt. Commissies waren voor mij niet alleen een middel voor persoonlijke ontwikkeling, maar ze fungeerden ook als een creatieve uitlaatklep. Ik ben momenteel een jaarboek aan het maken waar ik al mijn creatieve ideeën in kwijt kan. Maar ook zet ik elk jaar samen met een grote vriendengroep een musical neer die geschreven, gemaakt en uitgevoerd is door ons. Zo ben ik niet alleen bezig met het behalen en snappen van mijn vakken, maar heb ik ook de nodige ontspanning. Daarnaast was ik altijd al geïnteresseerd in het bedrijfsleven. Dus daarom ben ik hier ook nog wat dieper op ingegaan door een extra jaar aan mijn bachelor te plakken om een bestuursjaar te doen bij Gewis als commissaris externe betrekkingen. Dit hield in dat ik het contact voerde met bedrijven waar de vereniging mee samenwerkte. In dit jaar ben ik ook bezig geweest met het opzetten van een commissie die vanaf toen ook contact ging hebben met diverse bedrijven. Ik heb hier mijn passie voor structuur en overzicht kunnen toepassen, maar vooral ook geleerd om dit wel efficiënt en doelgericht te doen. Maar natuurlijk bestond mijn studie niet alleen maar uit activiteiten die niet zoveel met mijn studie te maken hebben gehad. Ik heb me namelijk ook 4 jaar lang bezig gehouden met het maken van een basis in de wonderenwereld van de wiskunde. Maar ook leren hoe ik deze wiskunde nou ga toepassen in projecten en daadwerkelijk van een probleem naar een oplossing kom met behulp van de wiskunde. Ik genoot van elk project wat ik deed, of het nu het analyseren was van een roof- en prooidierenmodel op de Veluwe, het maken van een kraslotenactie voor postbodes of het bekijken van aardbeving in Groningen. Elk project had weer zijn eigen charme en frustraties. Maar ik heb wel geleerd hoe je zo'n project aanpakt en hoe die optimale oplossing te vinden is. Of ja, in ieder geval geprobeerd om deze te vinden. Ik sta hier nu met mijn verhaal. Maar ieder zijn verhaal is uniek. Niemand hier is enkel bezig geweest met het behalen van een diploma en heeft het daarbij gelaten. Iedereen is op zoek gegaan naar zichzelf en wat bij hem of haar nou het beste past. Er is geen algemeen juiste loopbaan. De beste loopbaan verschilt voor iedereen. De een haalt het beste uit zichzelf door vol voor de studie te gaan en te streven naar een cum laude diploma of het behalen van een dubbele bachelor. Terwijl de ander dit doet door zoveel mogelijk persoonlijke ontwikkeling te doorgaan door middel van bestuursjaren, commissies of andere activiteiten. Dus als ik nu terugkijk naar dat ravijn en ik eigenlijk met ogen gesloten over dat bruggetje ben gegaan, zie ik, als ik naar de grond kijk, dat ik al aan die andere kant geraakt ben. In deze 4 jaar heb ik erg veel in stappen geleerd via alles wat ik nu gedaan heb op de universiteit, waardoor ik bij het terugkijken pas zie waar ik nu sta. Nu is het mijn beurt om die oudere bovenbouwer te zijn aan de andere kant van het ravijn. Inmiddels geef ik zelf ook al 2 jaar de opleidingspresentatie op de Open Dagen, waar ik nu mijn verhaal vertel over wat er nu zo tof is aan wiskunde en wat ik allemaal gedaan heb. Nu staan er ons alle nieuwe uitdagingen en avonturen te wachten met weer nieuwe ravijnen en bruggetjes. Maar ik heb het volste vertrouwen erin dat iedereen deze weer opnieuw zal trotseren. Ik wil iedereen feliciteren met hun behaalde diploma en wens iedereen veel succes met hun eigen unieke loopbaan. Dankjewel. Davy, even blijven staan. Even blijven staan.
Dankjewel voor dit inkijkje in deze unieke ervaring. Dankjewel, alsjeblieft. Dankjewel. En ik snap nu waarom de populatie eerstejaars de afgelopen 2 jaar zo enorm gegroeid is, Leef. Ja, Boy Rijmakers. Fraude in de sportwereld heb je bekeken. Dus je hebt gewerkt aan een wiskundige manier om fraude op te sporen door het analyseren van data. Dus eigenlijk ben je een soort big data persoon aan het worden. In jouw geval met een vorm van regressie, Poisson-regressie geheten. En dat is nodig om gecompliceerde data te kunnen behandelen. En exceptional model mining. Waarmee je eigenlijk in staat bent geweest subclusters van gegevens te lokaliseren en daarmee te onderzoeken of er bepaalde patronen zijn die niet kloppen. Je hebt een bredere blik op de wiskunde gekregen in je opleiding. Je ziet dat er nog heel veel open ligt, schrijf je, en je dubbele opleiding die je met informatica doet, hè? Dubbele opleiding laat wel zien dat je leergierig bent, dat is ook wat je zelf zegt. Je vindt het leuk om steeds een nieuw vak te doen, steeds de uitdaging van een nieuw vak. Laat maar komen, elk kwartiel weer. Dus ik wens je heel veel succes met je diploma en ik wens je ook heel veel succes in de master. Van harte gefeliciteerd. En ook bij jou moet ik erbij vermelden dat je ook nog het onderwijsprogramma hebt gedaan. Vraag je. Gefeliciteerd. Teun, zeg ik. Toch? Dat is niet helemaal gelukt. Ik zeg Teun. Je hebt in de wiskunde bestudeerd het zogenaamde hotspot-probleem. Maar je hebt bestudeerd wat er gebeurt bij reacties waarbij warmte vrijkomt en waarbij die warmte er oorzaak van kan zijn dat reacties nog veel sneller gaan lopen. En dat heb je geprobeerd door wiskundige vergelijkingen op te stellen die dat beschrijven, zo goed mogelijk. En het is lastig om die vergelijkingen exact op te lossen, dus daar ben je ook weer numeriek mee aan de slag gegaan. Heb je verschillende soorten numerieke simulaties voor ingezet. En met filmpjes als resultaat om te laten zien wat je eruit hebt gekregen. Het begon eigenlijk bij Jan ten Tijen bij een college waarbij je dacht, nou, daar wil ik wel mee verder. En dan vooral met de partiële differentiaalvergelijkingen. Dat is prima gelukt. Heel goed resultaat. Dat is ook de lijn in je hele studie. Allemaal hele goede resultaten. Ik ken je ook van geschiedenis van de wiskunde, waar we een heel klein clubje hadden helaas in jouw jaar, maar het was wel gezellig. En waar je de kans greep om eigenlijk je bachelorproject in zekere zin ook voor te bereiden. Of simultaan meer ervan uit te zoeken. Namelijk in de geschiedenis te duiken van numerieke methoden om differentiaalvergelijkingen op te lossen. En je hebt naar Eulers werk gekeken uit de 18e eeuw. En gezien dat we nu natuurlijk weer wat anders kunnen. Dat er toch echt ontwikkeling is. Ook dat zag er eigenlijk heel erg goed uit, goed doordacht, mooi opgezet, keurig verzorgd. En dat is de hele lijn van je opleiding en je ontvangt je diploma dan ook cum laude. Van harte gefeliciteerd. Daan Salome. Zo, ik ken jou eigenlijk voor een deel ook digitaal, zal ik maar zeggen. Omdat je studentassistent was zonder dat we elkaar hoefden te ontmoeten. Want dat ging allemaal in die ELO en zo. En we hebben zelfs via de mail gewoon uitgelegd wat de bedoeling was. En zo kwam het allemaal goed. En het is ook prima gewaardeerd door alle docenten. Hoe je dat allemaal voor elkaar hebt gekregen. Ging ook weer over het nakijken van huiswerk van studenten. Maar dat speelde zich allemaal af binnen een ELO, een elektronische leeromgeving. Ja, je hebt in je bachelorproject bij Jesper Nederlof en Tom Verhoef
gekeken naar het vereffenen van schulden. Dit is natuurlijk misschien een beetje een eenvoudig voorbeeld. Maar dat kan natuurlijk niet alleen privé voorkomen, maar ook in zakelijke situaties. En je hebt gekeken naar manieren en algoritmen om dat zo efficiënt mogelijk te doen. En Jesper bewondert de mooie resultaten die je erin hebt bereikt. Er is de algoritme die je hebt beschreven. Mooi resultaat, goed gedaan, hoog cijfer voor je scriptie. Jij zou in de opleiding de connectie met de maatschappij misschien wel sterker willen zien. Maar je hebt hem zelf eigenlijk al opgezocht met je bachelorproject. Want dit zijn problemen waar bedrijven dan mee zitten in de maatschappij. Dus ik hoop dat je dat in de master voortzet en de praktijk wel degelijk helemaal vindt. Van harte gefeliciteerd met je diploma. Femke. Ja, je hebt gekeken naar het een witte fietsen roulatiesysteem. Fietsen op verschillende locaties en die kun je op verschillende locaties ophalen en weer terugbrengen. En het kost allemaal geld. En hoe richt je dat nou zo efficiënt mogelijk in? Dat is ook uiteindelijk een soort wiskundeprobleem. Dit plaatje is nou niet misschien meteen het plaatje waar je uit kunt aflezen wat de oplossing is. Maar het geeft misschien wel een beetje aan wat de complexiteit zou kunnen zijn van zo'n probleem. Je hebt dat bij Sam Borst gedaan, die onder de indruk is van de geavanceerde wiskundige modellen en technieken die je ontwikkeld hebt om het witte fietsenplan te verbeteren en de opbrengst te optimaliseren voor degene die de fietsen uitzetten. Je vond het erg leuk om het BEP te doen, dat bachelor-eindproject. Leuk om zelfstandig te werken. In de opleiding ging er een wereld van wiskunde voor je open, wat je helemaal niet zo had zien aankomen vanuit de middelbare school. De wiskunde in de opleiding met het samenwerken aan projecten vond je overduidelijk het meest zinvol. Zaken als use-vakken iets minder. Maar je hebt het heel goed gedaan. Van harte gefeliciteerd met je diploma en succes in de maand. Arjen. Het optimaliseren van internetverkeer, daar komt het eigenlijk op neer. Je hebt bij Jacques Racing gewerkt aan problemen uit het internetverkeer, waar routers de nodige apparaten moeten bedienen en elk apparaat maar zekere tijd van de router krijgt. Dus je moet een verdeling maken hoe dat gaat gebeuren. Ook dat is een soort wachtrijtheorieprobleem. Als het fout gaat, dan krijg je haperingen, bijvoorbeeld als je films streamt of iets dergelijks. Je hebt er een wiskundig model bij opgesteld, bent wiskundig gaan experimenteren om de internetverbinding stabiel te krijgen via wiskundige technieken. Je hebt zeer zelfstandig gewerkt en Jacques vond het erg prettig om met jou samen te werken. Ik ken je weer beter doordat je ook weer geschiedenis van de wiskunde deed en dat ook weer gebruikte om iets dieper in de geschiedenis van de wachtrijen te duiken en daar een scriptie te schrijven die naar de oorsprong van de wachtrijtheorie ging. Dat zag er ook heel goed doorwrocht uit. Ik vond het ook leuk om je erbij te hebben. Je hebt wiskunde eigenlijk alleen maar gekozen omdat je het leuk vond op de middelbare school. Veel andere redenen waren er geloof ik niet. Maar het is wel goed uitgepakt. En nu voel je je helemaal thuis. Samenwerken, modelleren, vakken waar totaal iets nieuws gebeurt. Je vindt het allemaal leuk. Van harte gefeliciteerd met je diploma en succes in de master. Bart Smets. Je hebt een andere geschiedenis, voorgeschiedenis dan de meeste van onze studenten. Je hebt eerst in België gestudeerd, waar je ook woont. Toen ben je gaan werken en omdat je vlak over de grens woont,
is denk ik een van de redenen. Ben je ook gaan kijken of je hier niet je studie zou kunnen voortzetten. Zou kunnen oppakken. En dat heb je gedaan hier bij Technische Wiskunde. Je hebt een indrukwekkend project afgeleverd. Het gaat eigenlijk om bloedvatanalyse. Dat is een combinatie van wiskunde, de wiskunde van gekromde voorwerpen. In dit geval die aders die gekromd zijn en een band hebben. Dus echt meetkunde, differentiaalmeetkunde noemen we dat. Gecombineerd met medische beeldanalyse. Heel mooi werk, vinden je begeleiders Remco Duits en Erik Bekkers. Ze noemen je initiatiefrijk en coöperatief. Je hebt het ook met een heel hoog cijfer afgerond, je bachelor-eindproject. Je waardeert de balans tussen theorie en praktijk in de opleiding. En voor ons is het fijn om te zien dat je hier je draai helemaal gevonden hebt. En we hopen dat je veel succes ook zult boeken in de master. Je hebt alles met zulke geweldige resultaten gedaan dat je diploma cum laude ontvangt. Van harte gefeliciteerd. Peter. Volgens je begeleiders ging je pas echt los in je project nadat je twee polsen en een been gebroken had. Twee benen. Ik weet niet of dat een aanbeveling is voor de toekomst, voor anderen. Je hebt wel voldoende tijd. Je kon er daar nog meer tijd in steken. In ieder geval was het iets wat hen opviel, dat je er toen de geest kreeg om echt aan je project te werken. Je hebt een mix van wiskundig handwerk uitgevoerd, wiskundige bewijzen en simulaties geleverd. Om het op speciale wijze met kanselementen ingebouwd uiteenvallen van netwerken te beschrijven. Zoals ja, een netwerk zou Facebook kunnen zijn of iets dergelijks. Weer wiskundig gemodelleerd en kijken hoe componenten weg kunnen vallen door... dat er bepaald door zekere kansen dingen veranderen. Dat heb je gemodelleerd en onderzocht. Prima werk geleverd bij Remco van der Hofstad en Clara Stegenhuis. Je waardeert de diepgang in de opleiding en de overgang van theorie naar praktijk. De keuzeruimte die je geboden is. En sommige onderdelen buiten de major, die vond je misschien iets minder. De wiskunde vond je met stip het leukst. Van harte gefeliciteerd en misschien toch niet te vaak meer zoiets breken. Ook niet als je aan je master-eindproject begint. Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. Yes, dankjewel. En tenslotte Ellen. Zo. Je hebt bij Jan ten Tijen Boonkamp gewerkt. Ook jij bent op het spoor gekomen van een onderwerp door een vak dat je bij hem volgde. Het is weer een probleem dat niet zo goed exact oplosbaar is. Je hebt numerieke methoden zelf moeten vinden en vergelijken om in dit geval banen bijvoorbeeld van hemellichamen te beschrijven of problemen uit de vloeistofdynamica aan te pakken. Maar steeds met numerieke benaderingen. En je hebt diverse methoden getest en geconstrueerd. Waarbij het belangrijk was dat bepaalde natuurkundige invarianten, zoals energie, behouden bleven. Numerieke methoden hebben de neiging om niet helemaal de waarheid te zijn. Daar zijn ze numeriek voor. Ze benaderen zaken. Maar in de natuurkunde, als het een probleem met natuurkundige component is, dan is er vaak een behouden grootheid, zoals behoud van energie. En je hebt gekeken naar methoden die numeriek zijn en toch bepaalde van invarianten zoals energie bewaard laten. Heel hoog cijfer ook weer, heel goed gedaan. De projecten in de opleiding vond je het leukst om te doen. Je waardeert de professionele vaardigheden. Horen jullie dat? In de opleiding? Komt ook voor. Use wat minder. En In de opleiding is een wereld aan wiskunde voor je open gegaan. Ik hoop dat je veel succes hebt, ook in je vervolgmaster hier bij Wiskunde. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd allemaal. Ik geef het woord weer aan de voorzitter.
Zo. We naderen het einde van deze zitting, maar er zijn nog een paar plichtplegingen. Maar eerst wil ik even Hans heel hartelijk bedanken voor de persoonlijke wijze waarop jullie allemaal heeft toegesproken. Ik weet zeker dat hem dat toch weer een paar avonden gekost heeft. Dus dames en heren, studenten, geef hem even een applaus. Dan richt ik me even speciaal tot jullie, want jullie hebben nu je diploma in handen. Maar daar zitten ook plichten aan vast, rechten en plichten. En die ga ik even voorlezen. Ik citeer hier de Code of Conduct die wij als Technische Universiteit hebben in overeenstemming met de Nederlandse Code of Conduct. De wetenschappelijke graad van bachelor kent niet alleen rechten, maar ook plichten. U bent gehouden aan de standaarden voor wetenschappelijke integriteit, zijnde betrouwbaarheid, intellectuele eerlijkheid, openheid en onafhankelijkheid. Deze standaarden zijn uitgewerkt in de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening en de daarvan afgeleide Eindhovense gedragscode. U hebt ook plichten tegenover de samenleving. U moet helder zijn over de grenzen van uw eigen expertise en eerlijk en onafhankelijk communiceren over de resultaten van uw werk, inclusief de mogelijke risico's daarvan. En u moet zich houden aan de ethische codes voor onderzoeks- en ontwerpactiviteiten waarbij mensen of proefdieren betrokken zijn. Einde citaat. Nou, die proefdieren, daar probeer ik me altijd een voorstelling van te maken bij wiskunde en informatica. Maar ik neem aan dat de strekking duidelijk is. Dan nog een feestelijke mededeling. Jouw bril, Hans? Hij is beter gepoetst dan de mijne. Jullie krijgen een cadeautje van ons. In jullie mapje zit een voucher. En daarmee kun je bij de student shop de one and only TUW hoodie krijgen. Dus geniet ervan. En maak reclame voor ons. Dan nog een allerlaatste mededeling, ook voor het publiek. Zometeen, ik snap wel dat u popelt om uw geliefde in de armen te sluiten of te feliciteren, maar u moet nog even wachten. Want wij gaan eerst de zaal verlaten aan die kant, jullie, aan die kant. Op de trappen wordt de traditionele foto genomen van de hele groep. U kunt, als wij de zaal verlaten hebben, vast naar de borrel toe. En die is aan die zijde. Als u door die deur gaat, ziet u vanzelf de staantafels. En als het goed is, staan daar al drankjes klaar en wat nootjes. En na de foto komen wij daar ook allemaal naartoe. Ja, dan sluit ik hierbij deze zitting.